Waar heb je allemaal gevoetbald? Bij NAC, bij Twente, bij Wigan, bij Standard Luik, bij Feyenoord. Waarom was je nu beter als mij? Omdat je een beetje sneller bent als mij. Goeiedag. Goedemiddag. Mag ik 2 frietjes met? Ja, voor wie dan? Voor mezelf natuurlijk, maar zeker ook voor Ronnie Stam. Ronnie Stam? De oud-voetballer. De oud-voetballer van NAC. Ken je hem? Jazeker. Een frietje met Ronnie Stam. Gestopt in 2016 met voetballen. Maar dat is niet makkelijk hè, met jou een frietje te eten. Althans geen frietje met, want er moet satésaus bij. Er moet een beetje satésaus bij, ja. Nu ik er toch ben, dan... En met extra zout. Doen we het gelijk op mijn manier. En een beetje extra zout, ja. Mis je het voetballen? Eerlijk gezegd, nee, helemaal niks. Nee? Nog geen seconde gemist. Nee, dat komt misschien ook omdat het met mijn zoon gewoon een beetje door is gegaan. Dus ik ben gestopt. Op dat moment ging mijn zoontje naar PSV en ben ik 5 keer in de week sta ik langs de lijn. Oké. Echt een voetbalvader nu. Ja, echt. Ik ben lekker... Toch fanatiek of niet? Nee. Met je schelwel langs speelt? Nee. Ik heb dat toen die 5 was, heb ik dat 1 keer gedaan. En toen heb ik tegen me gezegd, nee, dat wil ik niet. Maar dan ben je hele dagen mee bezig nu met je zoontje, met PSV? Dan ben ik ja, zeker 5 dagen mee bezig. Ja. Eigenlijk ben je een beetje met pensioen, of niet? Dat is oké, het wel zeggen, ja. Een beetje jong, hè? Niet? Een beetje jong, ja. Maar ja, pensioen, maar ja, ik had wel bij NAC in mijn contract staan van jeugdtrainer, maar met alle respect, ik heb daar niet zoveel zin niet in. Heb je niet veel mee. Oh, maar PSV, jouw zoontje, je bent echt een Bredana. Ja, ik weet het. NAC. Ik had het er van de week nog met Tim Gillis over, die zei dat ook. Maar ja, PSV was er al bij toen hij 5 of 6 jaar was. Zo. Toen kende NAC hem eigenlijk nog niet eens, dus ja. Hij weet dat NAC mijn club is, hij zei, ja papa, ik blijf liever bij PSV. Ja. Nou, in Spanje heb ik gezien dat als hij in de voetballerij niet slaagt, dat hij altijd nog journalist kan worden. Ja? Hoe oud ben jij? Ik ben 34. Dat is oud. Dat vond hij leuk, hè? Ja, vond hij leuk. Hè? Ja, hij kan beter voetballer worden. 100%. Veel beter recent ook. Sowieso. Ongelooflijk. Ik weet niet goed wat ik moet zeggen nu na de wedstrijd, maar... Ik denk dat wij stoppen met praten over het kampioenschap. Maar bij de tegenstander lopen gewoon 8 spelers die beter zijn dan die bij ons spelen. Dus dan houdt het op. Ik kan heel kritisch zijn op mijn eigen ploeg. En ik heb gezegd van, luister, ik wil niet... Maar wel eerlijk. Wel eerlijk, ja. Ik wil niet nog een jaar met allemaal jonge jongens die alles weer van het begin af moeten leren. Die toch weer een andere mentaliteit hebben als dat ik heb, om dat nog een jaar te doen. Stoorde je dat, die mentaliteit? Ja, een beetje wel, ja. Ja? De patat-generatie? Daar waren wij. Maar... Hey, word je nog wel eens baderd in het zweet wakker als ik zeg, weet je waar ik heen wil? Nee. Zlatan. Oh, toevallig gisteren nog. Ibrahimovic. Toevallig gisteren vroeg iemand het nog aan mij. Ibrahimovic. Goed ingehouden. En nu dan een keer schiet ook. Oh! Ik zal je vertellen, ik kan die actie nog heel goed herinneren. Ik dacht echt dat ik die bal zou hebben. Maar nee. NAC, jouw clubpie. Als we naar de ranglijst kijken, dan schiet je denk ik de tranen in je ogen. Ja, nu begin ik me wel een beetje zorgen te maken. Ja. Ik heb ben heel lang positief geweest. Maar als je dan tegen Ajax nog moet en Groningen uit. Als je die ook niet wint. Heerenveen thuis nog volgens mij, vlak voor de winterstop. Als je daar ook niet, dan wordt het wel heel lastig. Ja, je moet de schade beperkt houden denk ik, dan gaan we weer de winterstop. Ja, natuurlijk. In de winterstop willen ze waarschijnlijk een paar topspelers halen. Ja. Maar ja, gaat dat lukken? Nu hebben ze Pierre van Hooijdonk, die gaat in het technisch hart bij NAC zitten met een aantal anderen. Gaat Pierre van Hooijdonk NAC redden, denk jij? Ja, kijk, Pierre van Hooijdonk is sowieso iemand die... Dan heeft hij gelijk in, die wil geen technisch directeur worden, die wil niet de verantwoordelijkheid nemen. Omdat hij ook weet dat is gewoon te moeilijk en te riskant. Omdat je... Ja, het risico is groot natuurlijk. Daarom, dus wat hij nu doet is voor hem een veiligere optie. Ja, de kans dat het mislukt is ook gewoon heel groot. Ja. En dan heeft hij weer hetzelfde gezeik als toen hij terug kwam als speler. Ja. En dat wil hij gewoon niet. Dus nu heeft hij gewoon gezegd, ik word adviseur. Ik probeer daar te helpen waar kan. Maar als het niet gaat, dan sorry, daar kan ik niks aan doen. Maar potverdorie, dat moet wel wat gebeuren, hè? Anders gaat het mis. Misschien heeft hij nog een paar goede Turkse spelers. Ja, daar heeft hij veel contact. Ja, precies. Zaterdag komt de Ajax op bezoek. Ja. Vorig jaar 0-8. Ja, maar dat was vorig jaar. Ja, ja. Ik denk echt dat ze... Vorig jaar hadden ze een beter team dan nu. Ze gaan een punt halen. Ja? Ja, echt. Denk ik echt. Tegen Ajax ook? Ja. Ja? Maar dan wil ik erover wedden. Ja, wil je wedden? Ja, waar wedden we om? Nou, om...
Om geld of om bier? Of nee, ik ga niet om, ik weet nooit om geld. Oh, waarom dan? Om bier is prima. Okay. Een kratje bier dan. Dan kom je na de wedstrijd in de box bij ons. Dan kom ik in de box. En dan krijg je 10 glazen bier van niks. Precies. En dan andersom? Dan, andersom, zeg het maar. Dan de rest van de avond breng ik jouw bier. Oké, okay. Ja? Afgesproken. Doe maar zo. Willem II. Ja, als nakker ben je af en toe niet een beetje jaloers op Tilburg, in de zin van, nee. Het is al zo rustig daar. Nee, maar NAC is altijd gedonder en gesodemieten. Ik ben blij dat bij NAC altijd lekker wat gebeurt. Dat is toch leuker als een saaie club als, ja. Als saai? Nee, maar bij NAC gebeurt altijd wat en dat is ook mooi. Maar ook de valkuil van de club. Als speler zijn, dan wil je toch dat er iets gebeurt. Dan wil je toch dat het stadion bomvol zit en tekeer gaat. En, ja, bij NAC, ja, je ziet het wel hier. Technisch directeur eruit, algemeen directeur stapt op. De boel ligt weer op zijn kant. Ik ben een beetje teleurgesteld in de technisch directeur. Willem II, als we daar kijken, Joris Matthijssen, de technisch directeur, die wordt geholpen door Pieter Visser, ja. Door Frans Bouwmeester. Twee oude rotten in het vak die het echt wel weten. Ja, ik kan me nog herinneren dat toen... Profiteert hij daar enorm van, denk je? Of niet? Heeft Frans Bouwmeester nog gebeld dat hij dingen wil halen, Armenteros. En dat, NAC, hè? En dat toen die technisch directeur zei van nee, dat doen we niet, die man uit Rotterdam. Die er echt helemaal niks van kon, weet je ook alweer? Graeme Rutjes. Ja. Ja. Dat Frank Bouwmeester met Bel is toch ongelooflijk. En ze haalden hem niet, maar Willem II haalde hem volgens mij. En NAC degradeerde. Ja. En hij werd volgens mij een van de topscorers van de Eredivisie. Dus soms heb je technisch... Frank Bouwmeester, Breda naar in hart en nieren. Dat is treurig, hè? Ja, ongelooflijk. Van de Gastjesvelden vroeger. Dat zat hij toen echt heel erg mee. Ja. Hij zegt ongelooflijk. Die man die kent elke maar speler. Op dat vlak doet Willem II toch gewoon beter dan NAC. Als dat echt zo is dat Frans Bouwmeester en Pieter Visser daar zitten. Die hebben een netwerk van over heel Europa. Ja. Nou, die adviseren die kennen iedereen. En ja. Bij NAC worden die gewoon weggestuurd. Ja, dat vind ik echt ongelooflijk. Echt waar. PSV zaterdagavond thuis tegen Heerenveen. Ja, dat mag geen probleem zijn, denk ik. Toch? Normaal gesproken? Normaal gesproken niet, maar je weet het nooit. Toch een weekend tussen gezeten. Misschien toch even jongens terugkomen met blessures. Je weet het niet. Dus Heerenveen moet ook punten gaan pakken. Die hebben ook al een paar keer verloren. Maar over het algemeen komt er wel goed van PSV. Denk het wel, hè? Zijn goed bezig daar volgens mij in Eindhoven, als we kijken naar... Ja, ze zijn een heel nieuw complex aan het bouwen ook, voor de jeugd. Ja. Ze zijn veel geld aan het steken. De jeugd zijn ze echt heel erg mee bezig. Die willen echt ieder jaar wel een paar jeugdspelers laten doorstromen. Ja. Dus daar hebben ze wel echt een ontwikkeling in gemaakt. En, er zit al een aantal oud-nakkers ook daar, hè? Lulling. Ik kwam Lulling tegen, ik kwam Kolka tegen. Kolka, ja. Wie kwam ik nou van de week nog tegen daar? Ja. Dat was het denk ik, of niet? Dat was het wel, ja. Ja. Ja, ja. Maar niks voor jou dus? Nee, voorlopig niet. Voorlopig niet. Ja, die?